Ja, we volgen het pad. Nee joh. Goedemorgen, het is dinsdag en we gaan iets heel erg leuks doen, Rianne. We gaan shoppen in een supergroot winkelcentrum in Lissabon. Colombo Centrum heet het. Ik heb het gisteren opgezocht. Er zitten Lefties, een Pull&Bear, een Bershka, een Stradivarius, zelfs een Primark. Maar dat is, ja, hebben we ook in Nederland. We gaan in ieder geval voor de Lefties en kijken wat we er meer vinden. De mannen gaan mee, maar misschien dat jij en papa dan nog naar het voetbalstadion gaan. Ja, zit daar in de buurt. Benfica. Nou, leuk jongens. Goed, daar is het shoppingcenter. Groot ding. Ziet er wel mooi uit. Laten we maar naar binnen gaan. Thank you. Thank you. Oh, wauw. Hoeveel echt waar? Ja. Oh, geweldig. Leuke vent, leuke vent. Is het zo zoet dan? Heb je al geroerd dan? Ik heb nog niet eens geroerd. Oh my god. Oké, okay, wacht. Ik ga eventjes een slokje nemen. Ik heb elkaar allemaal lekker. Het is meer zoetigheid dan koffie, hè? Zoetigheid. Oh, lekker hoor. Ze gaan me verlaten. Nee, geintje. Ik wil even laten zien wat hier voor leuks allemaal zit. De Lefties is leuk. Forever 21. Salsa klinkt ook leuk. Oh god, ze lopen echt gewoon weg. Moet opletten hier. Hey, hebben we gekocht, hè? De Primark. De winkel die we ook in Nederland hebben. Maar maakt niet uit. Was even leuk. Ik wilde net zeggen, ze hebben hier beter gekregen. Kijk nou, 8 euro. Je lacht je dood. Shirtjes voor 3 euro. En je hebt een vet mooi jurkje aan. Kijk, hij zit hier ook bij de. Oh, het is amper te zien, maar bij de Lefties heb ik wat gekocht. En nu sta ik hier, oh, in mijn BH. Charmant. Bij de Forever 21. En ik heb een hele leuke broek aan. Mijn ding is niet in de sale. Gierige merde. Dus ik twijfel nog eventjes. Ja, daar letten ze hier. Eten! 14,80 voor dit alles. Ja, dat kost geen drol. Echt waar? Oh. Ja, je mag hier blijkbaar niet filmen, dus ik doe het stiekem. Kijk, eens de Pull&Bear. Daarachter zit de Bershka en de Stradivarius in één stukje. Ze hebben dit. Het is ook dat het vliegtuig zit ook. Kijk, dat is weer het vliegtuig. Dat is toch super chill. We hebben de Flying Tiger. Maar het zit echt lekker, dat geloof je niet. Ja. En we hebben even eten, alleen het kwam niet allemaal tegelijk. Yummy. We zijn klaar met de dagje shoppen. En de heren zijn naar het voetbalstadion geweest. Benfica, deze. Benfica. Ja, hij is in beeld nu geweest, mensen. Benfica. Sst. En dat is de schade. En daar hebben we nog meer schades. Het was heel leuk. En dan gaan we lekker naar huis en naar bed. Goedemorgen allemaal. We zijn aan het ontbijten. Al feest. Cheers. We gaan weer winkelen. Nee, dat is niet helemaal waar. We gaan een paar winkels in de supermarkt. En misschien toch nog wel wat. We zijn nu namelijk in... Waar zijn we? Bijna of zoiets. Kijk, hier, je hebt hier weer van alles. En we kunnen naar boven, zie ik. En ze lopen hierheen. Uh-oh, het ging alweer mis. Eerste winkel en ik heb schoenen gekocht. Maar ik koop heel weinig schoenen, want ja, we krijgen nog wel eens wat. Dus heel blij mee. Oh, en dan gaan we hierheen. Ja, is het lekker? Wat gebeurt er dan? Kan je het vertellen? We hebben eten! En iedereen heeft wat anders. Vies mondje! Heb je al een slokje gehad van je cappuccino ding? Nee. We zijn in de supermarkt. Lekker bezig, Rianne. Ik gooi alles. Maar ik moet even googlen of dat woordje dan ui is. Ja, volgens mij ja. Volgens mij wel, hè? Oh, dan moet die heuvel op, ja. Top dit. Kijk, het ging om het kerkhof hier in het Mariabeeld. EL, denk ik.
Of hoefde ik die niet te spellen? Ja, oh jongens, heerlijk dit, hè? Het klinkt als... Ja, echt. We zitten weer in de auto op deze mooie vrijdag, zaterdag. Donderdag. Donderdag. Zie ik, ik ben op vakantie, ik ben met de dagen in de war. We gaan karten, althans iedereen, ik niet. Doe je me echt geen plezier mee. En ik ben nu aan het navigeren waar we heen moeten, naar de kartbaan. Oké, willen jullie lachen? Dit is de kartbaan die we hebben gevonden. Ja, ik ga niet, dus het maakt mij niet uit. Dit is hoe het er verder zo uitziet. Daar is het dingetje waar je moet melden en... Ja, uit dat loesje ding daar zo, daar komen de karten uit en die worden daar neergezet. Hilarisch. Goed, karten werkt hem niet. Ze vonden het een beetje een loesje zaak. En nu zijn we weer in het winkelcentrum waar we waren. Oeh, want Thijs wil telefoons kijken en we hebben dorst, hè? Niet meer. Maanden wel. Ik wilde eentje proeven. En ik heb dit. Dit ga ik delen met mijn mama. Wat heb jij dan? Spinazie ding of zo? Dat is wel lekker. Ik heb geen idee welke dingen dit is. Proeven. Ja. En navigatiemelen gaat naar Kasteel Sintra Paleis. Het taxi Thijs. Jazeker. Ouders zijn nog steeds achter ons. Hoppa. Leuke wegetjes. Waar rijden we, jongens? Want wij sturen iedereen helemaal verkeerd. Wat. Hey, en André Hazen staat op. Heerlijk hier in die auto. We drinken iets in een luxe sterrenhotel. Maar ja, niet erin, we zitten buiten. Kijk maar. Heeft maar één ster. Oh. Die wij ergens zagen. Oh ja, dat is best leuk. Oh nee, vind je dat? Nee. Oh nee, maar niet hoe zij hem aan heeft. Dat is geen gezicht, dat is gewoon in je oor. Oh, sorry. Heeft niet. Ja. Nou jongens, lukt het? Theo. Hij is net de Vater Morgana. De Efteling. Leuk man. We zijn binnen. En dit is de plattegrond. Gaba. Waar zijn we nu thuis? En het ook hè? Vind je mooi Thijs? Vind je hem mooi? Ja. Top. Ja. Zweep ik kapot. En we gaan weer terug. Ja, we volgen het pad. Nee joh. Godsdienst, wat is dit? Oh, ik moet weer een piepje monteren denk ik. Oh werkelijk, kijk nou jongens, dat kan toch niet. Oh, al processie rupsen alles. Eikenrupsen, alles vind je hier. Kunnen we nog Netflixen? Ja, ik had ook net internet. Ik heb een Insta-postje. Daar. Compleet. Oh, waar geef ik ze? Deed mijn camera uit. Verdeng. Beter pak je even je eigen telefoon nu het nog kan. Want het alleen is... maar doe de volg, kom maar. Ja, dat ik het heel erg. Oh, nee, kom wel. Is een... Kom maar. Kan het? Ja. Ik heb mijn telefoon op even. Top idee. Nou. Ik heb Thijs even een lampje voor ons. Oh. Mind your head. We zijn naar beneden begonnen. Zo, en we gaan helemaal daarheen. Met deze trappertjes die je nu niet ziet. Maar ze zijn er wel. Ik krijg een hiking trauma. Ja, ik ook. Ik weet nog wel dat ik met mijn Nike sneakers en zo die belanden in het water. Nou, dit is volgens mij het kasteel waar we voor gingen. Het is net Harry Potter. Iedereen heeft het eten op en ik heb hem. Ging even iets mis in de keuken. Maar het geeft niet, het is een leuke ober. Jongens, we zijn weer thuis en dit is zo lekker. Wat is het? Crème brûlée taartje noemen we dit? Is iets speciaals hier in Portugal? Nee, het is crème brûlée. Het is zo lekker. Let op, Ben. Hij loopt natuurlijk achter diegene aan. Let op, let op. Hij hoort er niet bij, denk ik. Nee, hij hoort er niet bij, die hond. Het is vrijdag, jongens, en we zitten naar een hond te kijken. Vrijdagochtend, hondendag, geweldig. Of is het zaterdag? Nee, het is vrijdag. Zo,
Ik ben alvast bezig om wat foto's op de laptop te zetten. Nou komt de volgende eraan, hè. Die mogen ook hierop. En we hebben geen internet meer, want het internet is op. Dus ik moet even wachten of ik zit op de hotspot van Thijs. Want zondag krijgen we weer nieuwe. Ik heb het maar een beetje koud, hoor. Met mijn sokjes. Lijkt maar zo. Zonnetjes er niet, dus het is een beetje frisjes voor Melle. Het staat eentje, we gaan outfitfoto's maken. En ik doe heel stoer met een zonnebril en zo, maar het is kapot fris nu, hè? Maar we hebben wel een mooi plekje, hè, Thijs? Twee vingers in de lucht, heel goed. Ja, dat is toch hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Spelen spelletjes. Jij hebt je eigen bakje met nootjes, hè? Ja. En we hebben chips met onion dipje. En we spelen Uno. En zo staat het er nu voor. We schrijven alles op, we noteren. Wie mag er beginnen? Een verrassende opening. Vertel. We gaan meteen draaien. We gaan meteen draaien. We gaan meteen draaien. Leuk. Oh, nou, daar gaan we wel. Ja.